zaterdag 28 juni. Hopelijk is de regen die nu op ons dak valt niet de voorbode van wat ons verder te wachten staat. Voor de rest valt er weinig te vertellen over vandaag. We sloten onze deur af om 9:15. Onze eerste stop was 300 meter verder om 2 belegde broodjes op te halen die reeds klaar lagen en betaald waren. Omdat een vriend de ring rond Parijs afraadde op een zaterdag, had ik vooraf een andere route uitgestippeld ten westen van Parijs, langs Beauvais en Rambouillet, zo door naar Orléans. We stonden niet in de file, maar op de route nationale was het wel zo'n 50 kilometer van het ene rode licht naar het andere. De rest van ons traject bestond uit péage, wat goed vlotte. We reden ondertussen zo'n 600 kilometer. Onze avondhalte ligt in Saint-Maur-de-Touraine, 40 kilometer over Tours. Het is de bedoeling om er morgen nog 100 meer te doen, tot Logrono in Spanje.